Welkom allemaal bij het Joodse verkiezingsdebat voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart aanstaande. En we zijn momenteel met z'n allen in de LJG Shul aan de Zuidelijke Wandelweg. Een nieuwe shul van de Liberaal-Joodse gemeente. Hans, jij bent voorzitter van de LJG, Liberaal-Joodse gemeente Amsterdam. Als eerste, waarom deze avond? We denken dat het belangrijk is dat we als Joden in Amsterdam, met hoe weinig we ook zijn, duidelijk maken dat we samen zijn als het gaat over de Joodse identiteit in Amsterdam. Hoop ik op te halen dat mensen zien dat ook kleine clubs in Amsterdam, zeker een club met zo'n historie als de Joodse club, meetellen. Niet alleen beloven, maar het ook waarmaken. We gaan beginnen met de eerste stelling. De gemeente moet antisemitisme voorrang geven in de discriminatiebestrijding. En ja, dan is de vraag, gaan we battelen? En we gaan de eerste battle doen met Kunnen Burgers. Welkom. En Marjolein Moorman, kom erbij. Ja, mevrouw Moorman, wat vindt u van de stelling? Er staat een spelfout in. Oké, dat is heel goed. Dan heb ik een spelfoutje gemaakt. Ik ben wethouder onderwijs, dus dan wel meteen heel scherp. Ja, ben je niet. Ja, ik vind het vooral heel erg dat we het erover moeten hebben, laat ik dat zeggen. Dus het feit dat je gewoon nu anno 2022 het nog steeds over antisemitisme moet hebben, wat gewoon nog steeds in onze stad bestaat, vind ik gewoon afschuwelijk. We hebben natuurlijk allemaal de verschrikkelijke herinneringen aan de oorlog die ook hier heeft gewoed. Het effect dat heeft gehad op de Joodse gemeenschap. De hele sterke Joodse wortels die onze stad natuurlijk heeft. Ja, het doet me eigenlijk gewoon vooral pijn dat we het over de bestrijding van antisemitisme moeten hebben. Want het hoort hier überhaupt niet te zijn. En natuurlijk moeten we dat met alles wat we hebben bestrijden. Overigens geldt dat wel voor alle discriminatie en uitsluiting. En zeker ook voor antisemitisme. Want het is aanwezig. Ja, toen ik de stelling zag, moest ik wel even nadenken. Want het is natuurlijk niet een hele eenvoudige stelling. En toch heb ik ervoor gekozen om dat inderdaad antisemitisme voorrang moet krijgen in deze discriminatiebestrijding. Ik fiets elke dag met mijn kinderen naar school. En de school van mijn kinderen staat naast de Joodse school. Elke keer als ik daar met mijn fiets langskom, dan staat er een enorme batterij aan marechaussee. Hoe kan ik nou aan mijn kinderen uitleggen dat op hun school geen bewaking nodig is, maar op de Joodse school wel bewaking nodig is? Wat voor beeld krijgen die mensen, die kinderen die zo opgroeien? U zegt dus wel voorrang geven. Kunt u heel kort zeggen hoe dan? En dan kan mevrouw Moorman daar ook op reageren. Ja, dat kan ik wel zeggen. Kijk, u gaf aan het begin van dit debat aan van we gaan het ook hebben over het Joods akkoord. En als ik in het Joods akkoord, als ik dat lees, en dat hebben alle partijen hier ondertekend, zo ik mij niet vergis, daar hebben wij gezegd dat bijvoorbeeld de Shoah op scholen, gaan we toch weer over scholen hebben, sorry, ja. Maar het staat er nou eenmaal. En dat is ook denk ik de manier waarop we het moeten aanpakken, dat we over de Shoah moeten vertellen in alle wijken van Amsterdam. Kijk, het moet prioriteit krijgen. Ja. We moeten alert blijven. Ik denk dat heel belangrijk is. Je mag nooit denken, het is weg. En ik denk ook dat het belangrijk is om dat altijd te benoemen. En ik denk vervolgens dat het ook heel belangrijk is. Hoe komen we daar overheen? Het zijn Joodse scholen die enorme beveiligingsmaatregelen nodig hebben. Niet de meeste andere scholen. Het zijn ook Joodse gebedshuizen die zoveel beveiligingsmaatregelen nodig hebben. Zoals we nu ook vandaag hier hebben gezien. En verder ben ik het natuurlijk ook helemaal eens dat we, als we antisemitisme zien in de stad, zo snel en goed mogelijk moeten optreden. En ik vind dat bijvoorbeeld ook betekent dat we wat moeten doen aan die demonstraties op de Dam. Het gaat om demonstraties tegen Israël, die elke week of om de week plaatsvinden daar op de Dam. En natuurlijk mag je kritiek hebben op Israël. Er zijn heel veel mensen die dat hebben. Ik heb dat ook. Ik heb dat waarschijnlijk minder dan sommige anderen. Maar daar gaat het niet om. Waar het wel om gaat is dat er voortdurend grenzen worden overschreden die een richting haat zaaien. Dat soort dingen moeten we daar bij het monument op de Dam, denk ik, niet toestaan. Ik kan alleen maar vaststellen dat de burgemeester daar ook zeer regelmatig tegen optreden, want er kan geen misverstand over bestaan. Kijk, het lastige vind ik, ik denk dat we allemaal weten dat racisme en discriminatie van welke vorm dan ook het grootste gif is dat onze samenleving bedreigt. En daarom vond ik het woord voorrang ook ingewikkeld. U heeft het terecht over geweldsdreiging en het niveau van geweldsdreiging. En daar moet je natuurlijk gewoon alert op zijn en daar moet je ook maatregelen voor nemen. Ik ben er een groot voorstander van dat we ook breed kijken of we bijvoorbeeld misdrijven met een discriminatoire karakter zwaarder kunnen bestraffen. Zou ik voor zijn. Maar geen misverstand. Met alleen preventie kom je er niet. Juist niet bij zo'n oud verschijnsel als antisemitisme. Juist dan niet. En dat betekent dat we moeten zorgen dat we oog hebben voor elkaar. Dat we praten met elkaar, in dialoog gaan. En ja, er hoort onderwijs bij, maar begrip
is uiteindelijk het enige dat ons kan helpen. Maar u zegt dus eigenlijk, die antisemitismecoördinator, is dat een stap dan te ver? Of nee zo? Hoor, want ik heb daar, ik denk dat dat heel goed is. Alleen ik vind wel dat we ervoor moeten waken dat we in een concurrentie terechtkomen tussen groepen wie het meest gediscrimineerd wordt. Ja. Elke vorm van racisme draagt bij aan een verdeelde stad. Elke vorm van discriminatie is in en in verwerpelijk. Maar laten we nou ook zorgen dat we de breedheid van het verschijnsel blijven zien. Ja. Omdat voor andere groepen hebben we ook verschrikkelijke vormen van uitsluiting. Ja. Ik heb jou gezien, maar ik wil heel even naar de ChristenUnie. Want de ChristenUnie was in de Tweede Kamer een van de initiatiefnemers voor die antisemitismecoördinator. Waar Rutger Groot-Wassing toch zoiets heeft van, ja, we moeten een beetje uitkijken. Nou, ik was er positief over, hè? Ja, ook positief over, ja. Ja, maar u trok het toch een beetje in twijfel. U zei, ja, ik weet niet of we nou zo'n coördinator moeten hebben. Ik denk juist dat die coördinator wel heel belangrijk is. Omdat antisemitisme een kwaad is wat heel veel vormen kent. En wat we ook in de afgelopen tijd hebben gezien, ook helaas nieuwe vormen kent. Waarin toch het taboe op vergelijking bijvoorbeeld met de Holocaust eraf lijkt te gaan. En ik denk dat het goed is als je bijvoorbeeld een coördinator hebt die dat soort dingen telkens weer aankaart. En ook bij de politiek neerlegt. En ik denk dat daar bijvoorbeeld ook een verantwoordelijkheid voor ons allemaal is om dat antisemitisme te blijven benoemen. En ook een grens te trekken als dat soms in het parlementaire debat of in het debat in de gemeenteraad voortkomt. Dat we daar heel duidelijk zijn dat we dit niet accepteren. Dat het normaliseren van vergelijkingen met de Holocaust, dat het gebruiken van antisemitische symbolen, dat in Amsterdam geen plaats kent. En ik zou daar eensgezindheid willen, en dat krijg ik ook. En gelukkig dat vind ik mooi. Hebben we die eensgezindheid ook in de Raad. Hè? Want op het moment dat er ten aanzien van corona parallellen getrokken worden met de Holocaust, hebben we allemaal, met uitzondering van één partij, daar natuurlijk heel duidelijk afstand van genomen. En even, ik heb op geen enkel moment willen suggereren dat ik die coördinator niet zinvol zou vinden of niet belangrijk vind. Ik vind alleen uiteindelijk, als het gaat over de samenleving als geheel, moeten we elke vorm van uitsluiting aanpakken. Ruben Koekoek, D66. Ja, allereerst, de Nationale Coördinator Antisemitismebestrijding doen we niet omdat we iemand voorrang geven, maar het is een specifiek fenomeen en het is belangrijk dat die expertise er is. Dat zou in de Europese Commissie, bij verschillende landen, en ik hoop echt dat Edo Verdona door mag gaan met zijn werk. Dus dat gezegd hebbende, het is zo belangrijk om afgelopen jaar, was misschien wel het meest antisemitische jaar in Amsterdam sinds de Tweede Wereldoorlog. En dat kwam natuurlijk door het conflict in het Midden-Oosten, waar je ook ziet wat de effecten zijn hier in Amsterdam. En 14 mei 2021 waren inderdaad kalifaatvlaggen op de Dam. Er werden anti-Joodse leuzen geroepen. En dat wil ik wel zeggen, er waren ook raadsleden van de gemeente Amsterdam, daar van de partij. Onder andere de Partij van de Arbeid, Biemond was daar, maar ook van andere partijen. En daarom denk ik dat we hier echt winst halen als we zeggen nee. Partijleden van mij of gemeenteraadsleden in mijn fractie, die horen daar niet te zijn. En als ze er wel zijn en je ziet zulke antisemitische leuzen, ga je weg en bied je excuses aan. Waar het volgens mij over gaat, het werd gezegd omdat het vaak te maken heeft met veiligheid, agressie. Maar dan zou je eerder dat als criteria moeten nemen om te zeggen van joh, dat krijgt voorrang. Hè? Want dat grijpt direct in het leven van mensen. Hè? Als je te maken krijgt met agressie of inderdaad uitgescholden worden. Maar dan neem je dat als criterium. Dat hoeft niet per se antisemitisme te zijn. Maar dat kan ook zijn als het bijvoorbeeld gaat om moslims of de LHBTIQ+ gemeenschap. Het bijzondere van antisemitisme is ook het woord anti. Dus en niet zozeer het woord semitisme. Want als je iedere andere vorm van anti daar invult, moet je daar denk ik op dezelfde manier zeggen van het is totaal onacceptabel als het gericht is tegen bepaalde groepen. En op het moment dat je daar selectief in zou gaan zijn, dan ondermijn je dat ook. Het moet gewoon een krachtig signaal zijn dat anti, welke groepering ook, niet acceptabel is. Oké, helder. Dan gaan we naar het volgende blok over veiligheid. En die stelling die luidt, Joodse Amsterdammers moeten zich overal in de stad veilig kunnen voelen. En bij ons gaan debatteren in de battle Rutger Groot-Wassink tegenover Kevin Kreuger van Ja 21. Nee, nou vanzelfsprekend is mijn antwoord ook ja, maar ik zou toch denken dat dat voor elke Amsterdammer geldt. En de vraag is dan natuurlijk, wat betekent veiligheid en wat is veiligheid? En dat gaat natuurlijk voor een gedeelte over de bewaking van objecten. Jammer genoeg is dat aan de orde. En aan de andere kant is veiligheid natuurlijk ook meer dan dat. Ik vind dat veiligheid ook moet zijn dat je als overheid en eigenlijk als samenleving een norm stelt. Dat je, we hadden het net over antisemitisme, dat je heel duidelijk bent en antisemitisme veroordeelt. Dat je dat ook actief naar buiten brengt. Een van de dingen die bijvoorbeeld ik in mijn werk probeer, is om de kennis over het Joodse leven te vergroten, de Joodse geschiedenis van Amsterdam. Omdat ik denk dat het belangrijk is dat we van elkaar weten wie we zijn.
En dat we elkaars verhalen kennen. Dat we elkaars geschiedenissen kennen. Dus veiligheid is niet alleen iets wat gaat over repressief beleid. Veiligheid is bij uitstek iets preventiefs en betekent dus oog hebben voor elkaar, elkaars geschiedenis kennen en weten wie je bent. Kijk, repressie leidt niet tot tolerantie. Repressie is noodzakelijk, maar is een bestraffing van iets wat al heeft plaatsgevonden. Repressie helpt natuurlijk uiteindelijk niks. En zeker niet bij zo'n oud historisch fenomeen als antisemitisme. Ja. Dan gaat het er veel meer om dat we niet vergeten wat de geschiedenis van deze stad is. Dat we niet vergeten wat hier gebeurd is. Dat we niet vergeten wat de Joodse gemeenschap nu nog betekent in deze stad. En wat de Joodse gemeenschap betekend heeft. Snapt u wat de heer Grootwas een keer zegt? Ja, voor een gedeelte wel, maar het stukje repressie, ik weet dan niet of dat ook onder repressie valt, maar iets wat natuurlijk een heel goed middel is. Kijk, als we het hebben over zware straffen, wordt ook heel vaak van gezegd van ja, dan is het kwaad al geschied. Hè? Dus dat helpt niet per se, maar wat natuurlijk wel heel erg helpt, is als je de pakkans vergroot. Dat is iets wat wel degelijk helpt. En volgens mij is dat ook iets waarom wij bijvoorbeeld zouden moeten kiezen om bijvoorbeeld lokagenten in te zetten. Lokagenten? Wat zijn dat? Lokagenten. Nou, het is natuurlijk... Wat is een lokagent? Nou ja, je zou het ook kunnen zeggen, dan worden het zeg maar... Een soort iemand met een keppeltje op ja, de wijk. Ja, agenten, ik wilde zeggen lokjoden, maar zeg maar die lopen op plekken rond. En dan kom je, ja, dan kan je dus een heterdaadje doen. Het is heel moeilijk om iemand om de dader te pakken op het moment dat het zomaar ergens gebeurt. Want de politie is daar zelf niet bij. Dus dan moet iemand zich Joods verkleden. En dan wordt hij gediscrimineerd en dan, huppatee. En dan pak je, nee, maar dan is er geen politie bij, hè? Ja. En dat, dan kan je meteen de kraag vatten. Dus de pakkans vergroten, dat doe je dus op die manier. Oké. Meneer Grootwassing, wat vindt u? Ja, ik krijg hier ook een ongemakkelijk gevoel bij. Hè? Kijk, nee, maar ik zou heel graag willen dat de pakkans voor welke vorm van discriminatie dan ook hoger is. Kijk, ik denk dat er hier ook bijna geen partij is die niet wil dat de Amsterdamse politie versterkt wordt. Hè? Maar ja, mensen zich gaan laten verkleden. Ik heb daar ook moeite mee. Ik snap niet dat we nog steeds niet een maatschappelijke discussie hebben over Ajax. Ik vind het ongemakkelijk. Antisemitische leuzen. Nou ja, ja, ja. Antisemitische leuzen. Ik snap niet dat die wedstrijden niet stilgelegd worden. Maar ik vind zelf, als ik in het stadion zit, ja, dat joden van jongens uit de provincie. Ja, sorry, maar ik vind het ongemakkelijk. Ja. En waarom voeren we die discussie dan niet? Omdat het om heel veel geld gaat? I don't know. Nee, maar als je dus antisemitisme echt aan wilt pakken, dan moeten we er meer over praten. Kunnen we niet gewoon BOA's? Die, BOA's, dat zijn bijzondere opsporingsambtenaren. Ja. Precies, BOA's. Of misschien zelfs een politieagent die in de stad loopt, in Nieuw-West of in Zuid, kunnen we die niet gewoon, als ze Jood zijn en ze willen een cap op, kan die dan geen cap op? Nee, er worden geen, die moet gewoon neutraal zijn. Daar hebben we het laatst ook over gehad. En als hij dan 20... een cap op heeft waarop staat BOA en die is van de gemeente Amsterdam, mag hij dan een cap op? Nee, dan ook niet. Je veilig voelen betekent dat je het idee hebt dat waar je ook bent en wie je ook bent, op elke plek, op elke straat in Amsterdam, je er gewoon bij hoort. Dat je gewaardeerd wordt om wie jij bent. En daarom vind ik het idee van Ruben om te zeggen van ja, als jij een boa bent, waarom zou je niet neutraal zijn als je een keppeltje draagt? Waarom zou je neutraliteit dan anders zijn? Hè? Zeggen we dan ook een man kijkt anders of een vrouw kijkt anders? Nee, je kan met een keppeltje op nog steeds je werk heel goed uitoefenen. Maar je laat daarmee wel zien dat je er gewoon bij hoort. Dat het logisch is. Dat het gewoon gewaardeerd wordt en gerespecteerd wordt. En op die manier, en dat is precies wat we moeten doen, laten we ook aan onze jeugd en onze jongeren zien dat dit er gewoon bij hoort in onze stad. Want niemand wordt met haat geboren. Niemand. Is het mij toch wel een doorn in het oog dat bij de Joodse instellingen de Joodse gemeenschap voor een heel groot gedeelte zelf verantwoordelijk is om de beveiliging te regelen. En die ook zelf te betalen. En als het aan mij ligt, gaan we in de nieuwe periode kijken of de gemeente niet een grotere verantwoordelijkheid kan nemen in het beveiligen van Joodse instellingen. Want dat kunnen we niet aan de mensen zelf laten. Het is aan de overheid om veiligheid te garanderen. Okay. En dan moeten wij onze verantwoordelijkheid nemen. De VVD, meneer Burgers, bent u bereid om de portemonnee wat meer te trekken voor de beveiliging van de Joodse gemeenschap?
Nou, ik ben het in dat opzicht helemaal eens met wat de ChristenUnie zegt. Dat het natuurlijk ongelooflijk is dat de Joodse gemeenschap zelf voor een groot deel voor de beveiliging moet betalen. Nou, ik woon in Buitenveldert en ik spreek ook met mijn buren. En vaak wordt er tegen mij gezegd dat inderdaad het dragen van een keppel of bijvoorbeeld het dragen van een ketting met een Davidster, dat steeds moeilijker is. Kijk, in Buitenveldert, daar zie je het nog wel en daar wordt het nog wel gedaan. Maar ik denk dat het bijvoorbeeld in Nieuw-West alweer een stuk moeilijker zal gaan. Ik las afgelopen kerstvakantie een boek van Lale Gül, Ik ga leven. Zij beschrijft daar in bepaalde scholen in Nieuw-West. En zij geeft aan dat het ontzettend moeilijk is om daar te praten over antisemitisme of over de Shoah. Dat wordt genegeerd, dat wordt verzwegen of leraar durven niet. Ik denk dat we daar misschien wel iets aan moeten doen. Dat staat in het Joods akkoord, dat staat in het VVD-verkiezingsprogramma. Ja, de stelling luidt. In wijken waar relatief veel Joden wonen, moet de gemeente meer doen om Joods leven te faciliteren. En ja, we gaan naar de battle tussen het CDA en de SP, komt er bij me staan. En ja, we gaan over deze stelling debatteren. Ja, dat Joodse leven, dat moet toch gestimuleerd worden, meneer Bobeldijk. Daar zult u het vast wel mee eens zijn. Ja, ik moet wel zeggen, ik vind het ook wel iets ongemakkelijks in deze stelling. Het risico in dit soort stellingen is dat we hebben al in de maatschappij veel zaken die allemaal binnen een bubbel gebeuren. Dat er te weinig contact is onderling. En dat mensen, nou, je ziet daar ook de uitwassen vanuit de bubbels op dit moment. En dat er minder contact wordt gevonden. Dus laten we ook, de stelling zelf lijkt te zeggen van dat Joods leven in een niet-Joods wijk, om het maar zo te noemen, dat je dat niet als overheid moet respecteren. Oké, okay. Nou, ik vind het toch een beetje flauw. Je hebt hier gewoon die plek, je hebt hier die faciliteiten. Zorg gewoon voor als overheid dat je dat steunt. Want je hebt nou eenmaal, ja, als je een Joods leven wil leiden, heb je bepaalde dingen nodig. Ja. En dat is hier aanwezig. Natuurlijk moet je dat ook in de rest van Nederland, in de Medine, moet je ervoor zorgen dat het ook nog zoveel mogelijk kan. Maar hier moet je het in ieder geval stimuleren en doen wat je kunt als overheid om dat mogelijk te maken. Eigenlijk, we zijn gewend om de keppel af te doen als je synagoge uitloopt. Er is weinig Joods leven, want de kinderen spelen wel maar achter een muur. En daar kunnen we echt wel wat aan doen. Met Chanukah waren er Chanukia's van Buitenveld naar Amstelveen met een grote optocht. Nou, misschien een Purim-optocht in de stad. Misschien wil Halsema wel een cider organiseren, zoals ook veel burgemeesters doen. Ja. Dus er valt meer te doen, maar het begint allemaal met veiligheid. Dan is er Joods leven in de stad. Ja. Er zijn veel Joodse, jonge Joodse gezinnen die worden de stad een beetje uitgejaagd door de hoge huizenprijzen. En als je echt een orthodox Joods leven wil leiden, hè, zoals u al zei, ja, dan is het heel goed als de voorzieningen in de buurt zijn. He, dat je op zaterdag bijvoorbeeld ergens naartoe kan lopen. Dus wat gaat de politiek daaraan doen om Joodse bewoners in Amsterdam te behouden? Kan iemand daar iets over zeggen? Ja, ik vind het wat lastig. Omdat het volgens mij niet gaat om Joodse bewoners in Amsterdam te houden. Ik vind dat best ongemakkelijk. Want niemand kan namelijk een woning vinden. Wij zitten in een enorme wooncrisis. En we hebben betaalbare woningen nodig voor iedereen. En ik maak me om elke middengroep en om elk gezin zorgen. Dus volgens mij moeten we, en dat vinden we eigenlijk allemaal, moet je heel veel bijbouwen. GroenLinks is een partij die vindt dat je vooral ook betaalbaar bij moet bouwen. Hè? Want als starter, zelfs als je met z'n tweeën bent en net iets te veel verdient, een sociale huurwoning moet je al 13 jaar op wachten, kun je ook nergens naartoe. Volgens mij is bij wonen het verschil. Kies je ervoor om ook dure huizen toe te voegen, die eigenlijk direct aan speculatie opgaan, zoals de VVD en in mindere mate D66. Of kies je voor betaalbaarheid, waar andere partijen voor zijn. Dat doet er niet toe, want de woningmarkt is totaal verziekt. Het gaat erom dat we de speculatie met woningen tegengaan. Het gaat erom dat we regie van de overheid krijgen. Het gaat erom dat we grip krijgen op de woningmarkt, zodat we kunnen sturen, zodat bijvoorbeeld mensen die hier geboren zijn, we kunnen wonen. Ik heb twee kinderen. Ik zou werkelijk niet weten waar ze moeten gaan wonen. En ik heb echt geen kinderachtig salaris. Hè? Nee, dus niemand hoeft met mij medelijden te hebben. Die zijn Amsterdam geen toekomst voor hen. Nee, en nou, GroenLinks is bijvoorbeeld ervoor. In Zuidoost hebben we daar al nu, zijn we daarmee bezig, dat in nieuwbouw, in een bepaalde wijk, 25% van die nieuwbouw wordt toegewezen aan mensen uit de buurt. En dan kun je bijvoorbeeld echt ook sociale netwerken in stand houden. Maar zou je dat hier niet in Buitenveld dan ook moeten doen? Ja, maar ik zou dat dan niet alleen in Buitenveld doen. Het staat in het GroenLinks-programma dat we dat in elke wijk zouden willen. Dus niet alleen in Buitenveld. Dat geldt net zo goed voor Nieuw-West, voor Noord en waar we dan ook bouwen.
Hier staan twee bewoners van Buitenveldert. Eerst de heer Kreuger en dan komt de heer Burg. Ja, nee, het is weer schrikken, want ik ben het helemaal eens met Rutger. Ach, godverdamme! Het is 5 weken. Hou eens op! Ik ga je nog heel veel knuffelen vanavond. Ja, 21. Nee, maar dit is een spijker op zijn kop. Kijk, dit hoort niet alleen te gaan over Buitenveldert of over Noord. Hè. Wij bij JA21 zetten het dan vaak in als tegen gentrification. Hè. Dus dat mensen die worden geboren in een wijk, bijvoorbeeld in Noord, maar het zou ook in Buitenveldert kunnen gelden. Dat die dus inderdaad voorrang krijgen op de sociale huur, voor mijn part ook middeldure huur, dat maakt niet zo erg veel uit. Maar dat het dan universeel overal geldt. En niet alleen maar voor, nou in dit geval wat jij zei, voor Joodse mensen of in Buitenvelden, maar gewoon universeel voor alle wijken, voor alle mensen. Oké. Okay. Ja, Burgers? Ja, nou ik ben het in elk geval niet eens met de heer Grootwassink, want hij beticht mij natuurlijk van, ja we gaan bouwen voor speculanten. Maar niks is minder waar. We hebben het over Buitenveldert, wat we hier kunnen doen aan woningbouw. En wij hebben gezegd, in Buitenveldert wonen veel senioren. Dus wat senioren graag willen, en dat hoor ik van mijn buren, dat ze seniorenwoningen willen. Dus woningen die aangepast zijn, dicht bij faciliteiten, laag bij de grond als het kan. Maar in Buitenveldert zijn ook veel koopwoningen, seniorenwoningen en koopwoningen. Dus wij hebben gezegd, ga je nou veel koopwoningen bouwen, zodat mensen makkelijk door kunnen schuiven en zodat er ook koopwoningen voor gezinnen overblijven. Maar het is notabene de partij van de Grootwassink die heeft gezegd, nee, we moeten ook in Buitenveldert, moet de sociale woningbouw komen. Maar ik zou zeggen, je moet sociale woningbouw bouwen waar het nodig is en niet dat dogmatische 20-20-40. Mag ik even eerst... Ik word niet direct aangesproken. Okay. Nee, ja, maar, heel ja, maar even u dan. Blijft aan de gang. Wacht even, heel even. Nou, volgens mij begint u. Ik vind over de speculatie. Ik vind inderdaad dat er sociale huurwoningen bij moeten. En ik vind dat u zegt nu dat de VVD bouwt koophuizen bij. U weet ook, in de praktijk is een koophuis nu 6 ton. Als je geen ton van je ouders meekrijgt en op een flexcontract zit, kun je het vergeten. En sterker nog, woningen worden nu door speculanten opgekocht. En in alle eerlijkheid, ik was echt van plan om vandaag heel aardig tegen iedereen te zijn. Zelfs een beetje tegen meneer Kreuger van JA21. Maar het was uw minister, Stef Blok, die buiten in het buitenland stond te vertellen dat ze buitenlandse investeerders zoveel mogelijk woningen moesten. En wilde ik ook nog iets zeggen over het Joodse leven. Weg. Ja. Die zijn allemaal weg. Oké, okay, ja. De heer Bobeldijk stond al heel lang te wachten. Die mag nu even het woord hebben. Nee, want als we het eerder hebben gehad inderdaad over het Joods leven en de vraagstelling over of je in Buitenvelden moet kunnen wonen. Ja, dan gaat het dus ook om dat je ook hier betaalbare woningen moet hebben. Want deze stad is gigantisch populair bij onze bewoners, maar helaas ook bij heel veel beleggers. En die maken het echt wel onmogelijk zo'n beetje om voor mensen met weinig geld ook nog een plek in deze stad te doen. Straks is Amsterdam het tweede Wassenaar, het Wassenaar van het Noorden, waar alleen met een heleboel geld hier kan wonen. En we willen wel gewoon een gemengde stad blijven voor iedereen. Eigenlijk, bij heel veel partijen zijn we het over sommige dingen ook gewoon eens eens, zoals de opkoopbescherming. Maar als het gaat over de stelling, hoe zorg je nou voor dat het Joods leven in de stad mogelijk is? Dan zou ik nog één belangrijk punt wel willen toevoegen aan deze discussie. En dat is de ruimte voor religieuze vrijheden. En dan is het belangrijk, wat mij betreft, dat al de partijen die hier zijn, en dat gebeurt lang niet altijd, maar ook onverkort artikel 23 steunen, de vrijheid van onderwijs. Dat partijen religieuze vrijheden, ook zoals ritueel slachten, nog mogelijk laten zijn voor de Joodse gemeenschap. Dus als je echt wil dat er hier in Amsterdam ruimte is voor Joods leven, dan zorg je dat religieuze vrijheden gewaarborgd zijn voor Amsterdammers. Oké. Eerst mevrouw Morgen, dan kom ik bij de heer Grootwassink. Wonen is heel erg gekoppeld aan de ziel van je stad. He, dus wie er in de stad wonen wordt bepaald door de woningmarkt, wordt bepaald door de prijs van de woningmarkt. En die ziel, die zie je natuurlijk op heel veel plekken kapot gaan, omdat inderdaad onze woningen, ja, ik kijk u toch aan, steeds duurder worden. En dat is wel degelijk het gevolg van de markt. En dat is wel degelijk het gevolg van neoliberaal beleid, wat aangestuurd is door de VVD, echt bewust, zeker, waardoor er minder koopwoningen zijn. Waarom? Omdat beleggers de koopwoningen opkopen om vervolgens voor heel veel geld door te vuren. Het zijn altijd de linkse partijen die daartegen hebben gestemd en nu heeft die beleggers alleen maar meer ruim baan gegeven. Inderdaad, gewoon op een markt waar Stef Blok stond en zei, we gaan ze allemaal vuren. Dus als we hier nou, ook het Buitenveldert, inderdaad misschien wel een van de duurste stukjes van Amsterdam. Als wij willen dat de ziel van Amsterdam hier behouden wordt, en die ziel is inderdaad zeer verbonden aan Joods leven. Gelukkig maar, wil ik daarbij zeggen. Want dit moeten we behouden, want er is al zoveel kapot gegaan. He, dus als we dat willen behouden, moeten we dus ook die ziel behouden in betaalbare huizen. En dan kijk ik u inderdaad specifiek aan, want ik denk echt dat uw agenda daarop moet aanpassen.
Nee, inderdaad. In ons programma, in ons verkiezingsprogramma staat heel duidelijk dat wij voor meer betaalbare koopwoningen zijn. Hoe gaan we dat realiseren? Door meer te bouwen. Maar ik zou ook graag ons initiatief over het Joodse leven willen toelichten. Want daar begon de stelling over. En natuurlijk heeft dat alles te maken met parkeren en met wonen. Dus een goede bijdrage. Maar we hebben onlangs een initiatiefvoorstel in de Raad voorgesteld om Joods erfgoed, om dat meer aandacht te geven. Dat gaat over de Joodse cultuur van 400 jaar geschiedenis in Amsterdam, Joodse economie. Wat heeft de Joodse geschiedenis betekend voor de economie? Hema, Bijenkorf, Tuschinski-gebouw, maar ook over scholen, cultuur, maar ook over de taal natuurlijk. En daar willen we graag meer aandacht voor vragen. Dat vinden we belangrijk. Het is een van de speerpunten uit ons verkiezingsprogramma dat de gemeente ook juist aan maatschappelijke, en dat kan dus ook zijn, religieuze organisaties steun verleent om te kijken waar ruimte mogelijk is. Want we weten bijvoorbeeld ook van kerken, maar dat kan ook voor moskeeën zijn, dat het heel lastig is om op dit moment in Amsterdam ruimte te vinden, ook voor verenigingen. Dus wat ons betreft, dat is juist die ziel van de stad, dat zijn de gemeenschappen, die zoeken ruimte. Ja, dus voor dus de dat gemeente. Stimuleren. Zeker. Boomsma nog even? Ja, ik ben het daar helemaal mee eens. Dat zou de gemeente absoluut moeten steunen en faciliteren. Maar misschien liggen daar ook wel kansen qua woningen. Toch even opmerken. Want kijk, ik ben natuurlijk helemaal mee eens. De betaalbaarheidsmarkt is voor alle groepen een probleem. De hele stad. Aan de andere kant zou je misschien toch ook kunnen kijken. En als er een particulier initiatief is. Kan je niet dan bijvoorbeeld wat woningen bovenop dat JCC realiseren. Zodat je daar extra woningen ook beschikbaar stelt. Voor mensen die echt hechten aan het Joods leven. En daarom ook echt in deze buurt willen blijven. Het Jodendom en de Shoah moeten verankerd worden in het curriculum van alle Amsterdamse scholen. Overigens, dit blok gaat over, ook over identiteit. Dus we gaan het ook nog over andere zaken hebben dan onderwijs alleen. Ja, u was net al aan het woord. Ik kom eerst bij de heer Koekoek van D66. Ja, daar kan u het wel vast alleen maar mee eens zijn, of niet, met deze stelling? Gedeeltelijk. Jij bent als, als Joodse Nederlander. Nou, als D66er ben ik het er mee eens. Op initiatief van de motie vroeger heeft u onderzoek laten doen van wat het bureau Dander heeft onderzoek gedaan van wat nou echt belangrijk om antisemitisme te bestrijden. En de educatie kwam op 1. En wat ik zo mooi vond van deze stelling is dat het ook gaat over Jodendom. En wat mij betreft ook over Joods Amsterdam. Omdat de Jodendom is veel meer dan de Shoah. En ik heb zelf meegedaan met Tweede Wereldoorlog in perspectief. Dus ging ik in wijken in de stad ging ik vertellen over de Tweede Wereldoorlog, maar ook over mijn Jood zijn, samen met een moslimjongere. En je zag echt één, dat het bizar is hoe weinig men weet in sommige wijken over de Tweede Wereldoorlog. En dat ze dat ook niet onderdeel voelen van hun eigen Amsterdamse identiteit. Maar twee ook, wat ontmoeting met je doet. Als je het gesprek hebt, vaak ben je dan de eerste Jood die ze kennen. En je merkt dat er enorm veel vooroordelen weg kan genomen in zo'n 50 minuten les. Dus ik ben er enorm voor. Oké. De heer Van der Heuvel, ChristenUnie. Ja, nee, ik ben er wel voor, maar het moet er wel feitelijk zijn dat de gemeentepolitiek niet gaat over het curriculum van Amsterdamse scholen. Want dan komen we bij dat punt wat ik net zei, we hebben de vrijheid van onderwijs. Uiteindelijk is het aan de school zelf, aan de gemeenschap, hoe je je onderwijs inricht. We kunnen het wel hebben over waarover we dan vertellen in de klas. En dan is zeker het Jodendom, de Shoah, moet daar een onderdeel van zijn. En ik vind het alleen wel lastig als we zeggen, ja, we moeten vooral heel erg in gesprek gaan. Dat zou een onderdeel van de oplossing zijn. En dat is natuurlijk wel zo. Maar we kunnen dat ook niet zomaar altijd van alle leerlingen verwachten. Ik was onlangs op een Joodse school en er was een jongetje die tegen mij zei, als ik buiten op straat loop, doe ik een capuchon op. Omdat ik een keppel op heb. En dan kunnen we wel zeggen, ja, maar dan moet die jongen moet in gesprek gaan met andere leerlingen. Maar misschien moeten we eerst die jongen gewoon zijn veiligheid geven en zijn aantal rustige jaren op zijn school. En natuurlijk, we moeten kijken waar dat mogelijk is, we moeten dat faciliteren. Maar het raakt mij enorm als zo'n jongetje dat op zo'n moment zegt. En ik zou niet willen zeggen van ja, dan gaan we die klassen maar allemaal bij elkaar zetten en dan gaan we dat gesprek geforceerd voeren. Daar moeten we heel zorgvuldig mee omgaan. En allereerst alle ruimte voor het Joodse onderwijs, de vrijheid van onderwijs verdedigen en die ruimte voor het Joods leven in Amsterdam waarborgen. Maar mag ik dan een vraag stellen aan D66? Want dan kom ik toch, ik moet dat toch vragen aan D66, dan kom ik op terug. Dat is dan toch artikel 23. Want het is toch uw partij, ook in Den Haag, die daar toch heel vaak de vraagtekens bij zet. Dat wil aanpassen, terwijl dat het artikel is dat het Joodse onderwijs in Amsterdam ook de ruimte geeft om ook de eigen identiteit vorm te geven en te ontwikkelen. Kan ik dan van u verwachten dat u ook uw partijgenoot in Den Haag aanspreekt en zegt dat artikel 23 dat waarborgt dat Joodse onderwijs in Amsterdam? Artikel 23 is dus vrijheid van onderwijs, bijzonder onderwijs, hè? Ja, dat garandeert.
Nou ja, landelijke thema's worden landelijk aangepakt. Ik denk wel dat het goed is voor lokale politici om te laten zien wat er in de stad leeft. En ik denk dat Joods onderwijs ook in de toekomst een belangrijke rol moet hebben, wat er ook gebeurt met artikel 23. Nee, maar ik wil het eigenlijk hebben over het punt van de heer Van den Heuvel. Want ik ben helemaal geen voorstander van artikel 23. En artikel 23 betekent... Nou, dat moet je moderniseren, maar betekent ook helemaal niet dat dat het einde van het Joods onderwijs zou betekenen. Het grote nadeel, en dat is ook de inconsequentie, is dat zolang artikel 23 bestaat, scholen ook de vrijheid hebben om dingen niet te doen. En ik vind helemaal niet dat het Jodendom en de Shoah moeten worden verankerd in het curriculum van Amsterdamse scholen. Zouden moeten worden verankerd in alle scholen in heel Nederland. En wat mij betreft is het veel belangrijker... Het gaat over Amsterdam, hè, meneer Goldman? Ja, nee, zeker, zeker. Maar dit is inderdaad, dit is landelijke wetgeving. En ik snap niet als je zegt aan de ene kant, artikel 23 is heilig, terwijl artikel 23 tegelijkertijd de vrijheid geeft om dit dus niet te doen. Ja. Dus ik ben daar niet voor. Ik ben wel ervoor dat dit verplicht is. En overigens ben ik ook voor het weer verplicht maken van geschiedenis op de hogere klasse van de middelbare school. Want ik ben historicus en misschien komt het daardoor. Maar het allerslechtste is dat we geen goed geschiedenisonderwijs meer hebben in dit land. Ja, dit is een valse reden. Daar kan ik als historicus alleen maar een hand schudden wat dat betreft. Ja, verschillende inhoudelijke punten als het gaat over hoe we het onderwijs inrichten, ben ik het gewoon met de heer Groot-Wassink eens. Maar het is een valse tegenstelling dat door te stellen dat je alleen kan zeggen wat er geleerd moet worden door artikel 23 te moderniseren. En moderniseren is in dit geval gewoon inkorten. Nee, maar dat zeg nee, ik maar dat zei u wel. Nee. En, want nog steeds is het zo dat de overheid gewoon kwaliteitseisen, deugdelijke eisen aan het onderwijs mag stellen. En dat gaat ook over wat er op school gezegd wordt. Dus, en commissie Dijsselbloem heeft dat in het verleden. Dat is een commissie die heeft hierover die vrijheid van onderwijs onderzoek gedaan. Heeft daar heel veel adviezen over geschreven. Heeft heel duidelijk aangegeven met artikel 23 is er de ruimte om te zeggen wat er geleerd moet worden, maar niet hoe. Dus dat je als gemeenschap altijd de vrijheid hebt om de thema's in de klas op je eigen manier, met je eigen inzicht en overtuiging te dragen. Hoe en artikel 23 nee, geeft die vrijheid ook aan de Joodse gemeenschap. Nee, maar hoe ziet u dat dan? Artikel 23 gaat vooral over de bekostiging. Hè? Want het betekent dat we vanuit Rijkswegen, het was een dealtje tussen de socialisten en de confessionelen, hè? Stemrecht ja, is uitgeruild tegen onderwijs. Het grote probleem van artikel 23 vind ik dat het scholen de mogelijkheid geeft, even nog los van die financiering. Want ik vind dat natuurlijk dat Joods onderwijs ook mogelijk moet zijn. Maar los van die financiering betekent het dat scholen zelf gaan over bijvoorbeeld het aannamebeleid. En in alle eerlijkheid, het maakt ook dat scholen bijvoorbeeld docenten met een LHBTIQ+ afkomst kunnen weren. Ik ben daar niet voor. En dat is gewoon in artikel 23 geregeld. Artikel 23 geeft je de mogelijkheid om wel iets te vertellen over de schepping en de evolutie te ontkennen. Ik vind dat onacceptabel. Dat is wel waar. Je moet gewoon in het onderwijs de evolutietheorie uitleggen. Dat is gewoon een eis vanuit de overheid. Nee, dat is gewoon niet waar. Jawel, dat nou, is vraag, wel waar. Laten we het wethouder onderwijs vragen. En de vrijheid van onderwijs gaat niet alleen over gelijke financiering. Dat gaat over de vrijheid van stichting. Dat gaat erover dat als jij een gemeenschap bent met een bepaalde levensovertuiging, dat je de vrijheid hebt om een eigen school op te richten en vanuit die overtuiging onderwijs te geven. Dus het is leuk om een soort financiële discussie te maken en te zeggen dat we niks over het onderwijs kunnen zeggen. Laten maar we naar de wethouder gaan. Mag ik uitpraten, meneer Groot-Wassink? Sorry. Want we hebben het over deugdelijkheidseisen, we hebben het over kwaliteitseisen vanuit de overheid. En het is belangrijk dat een gemeenschap de ruimte heeft om zijn eigen levensovertuiging vorm te geven, ook in het onderwijs, en dat geldt ook voor de Joodse gemeenschap. Mevrouw Momman, u bent de onderwijswethouder. Daarom sta ik hier. Daarom staat hij op. even gewoon over deze discussie. Maar de stelling is eigenlijk dus dat alle kinderen in Amsterdam hier iets over moeten leren. Kan dat? Nou ja, waar meneer Van den Heuvel gelijk in heeft, is dat wij vanuit Amsterdam niet over het curriculum gaan. Waar meneer Van den Heuvel geen gelijk in heeft, is dat er zulke scherpe burgerschapsverplichtingen zijn dat scholen zich daar niet onderuit kunnen wurmen. Sterker nog, de burgerschapswet is net een beetje aangepast, maar tot dit jaar kon je gewoon wiskunde geven onder de noemer burgerschap en dan was het burgerschap. He, dus er was geen enkele verplichting eigenlijk gesteld. Ik vind het zelf niet zo zinvol om over artikel 23 te praten, want het is een grondwetsartikel. Voordat je dat veranderd hebt, ben je twee kabinetten verder en dan moet je ook nog 2/3 meerderheid hebben. En ondertussen vind ik dat elke school die gewoon gesticht is, gewoon dezelfde rechten heeft en dat ook gewoon op die manier moet krijgen. Wat ik wel belangrijk vind, is dat wij, en dat noemen wij Amsterdammerschap, en sommigen van jullie wezen er al op, is dat wij in Amsterdam alles doen om te zorgen dat we meer begrip voor elkaar krijgen.
Dat we elkaar meer in elkaar kunnen verplaatsen. Ook al zit je soms in hele verschillende scholen. En wat zo mooi is, is dat scholen zoals Hospina en Maimonides er ongelooflijk goed aan meedoen. He, dus die krijgen ook dat burgerschaps- en Amsterdammerschapsgeld. Die doen daar heel erg veel mee. Daar ben ik heel blij mee. Want op die manier kan je ervoor zorgen dat je toch kennis van elkaar krijgt. En niet omdat je elkaar moet verplichten of dat je je muts af moet zetten. Maar omdat je gewoon helpt om elkaar in te verplaatsen. Ik wil nog één voorbeeld noemen, want we hadden er al een paar. He, leer je buren kennen is er onderdeel van. Maar een andere is bijvoorbeeld ook welkom in mijn wijk. Dat gaat over de Tweede Wereldoorlog. Dat gaat over hoe geven wij onze geschiedenis mee aan kinderen, omdat we ook weten dat degenen die het nog wel hebben overleefd, op een gegeven moment ook niet meer een leven zullen zijn. Het is ontzettend belangrijk dat die verhalen worden verteld. En wat gebeurt er in dat programma? En ik heb het een aantal keer mogen meemaken en ik wil iedereen uitnodigen om dat mee te maken, omdat het echt ontroerend is. Overlevenden van de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog vertellen aan kinderen hun ervaringen. En de kinderen vertellen dat verhaal na. Het zijn vaak kinderen met een migratieachtergrond, die van heel erg elders komen. Maar de manier waarop zij dat verhaal navertellen, zal ervoor zorgen dat zij voor de rest van hun leven begrijpen dat een woord als antisemitisme of gedragingen in de vorm van antisemitisme natuurlijk niet kunnen in deze stad. En dat is precies de manier waarop we ermee om moeten gaan. Ik hoor aan de overkant en ook naast mij inderdaad hele ware woorden. En inderdaad, ik ben er ook voor en wij zijn er ook voor dat het Jodendom en de Shoah in het curriculum van de Amsterdamse scholen moeten zitten. Het zou vanzelfsprekend moeten zijn, dat zegt ook de historicus. Maar toch is het een feit dat in Amsterdam er scholen zijn, ik had het net over Nieuw-West, waar daar gewoon geen onderwijs over wordt gegeven. En ik vind dat heel kwalijk. Omdat men dat niet durft. Omdat men dat niet durft. Dat wordt beschreven, dat wordt gezegd. En hoe kunnen we op die manier ervoor zorgen dat iedereen op dezelfde manier geschiedenis krijgt over het Jodendom en over de Shoah? Ik denk dat het heel belangrijk is dat we daar wat meer in gaan investeren. En als ik het goed begrijp, is de overkant daarmee eens. Dus misschien kunnen we daar vanaf 16 maart mee aan de slag. Wij investeren, we hebben de afgelopen 4 jaar echt veel meer geïnvesteerd daarin dan daarvoor. Maar is het genoeg? Nee. Moet het meer? Ja. Maar dat betekent ook dat we ook op de landelijke politiek daar veel nadrukkelijker aandacht voor moeten hebben. En ik herhaal mijn pleidooi voor geschiedenisonderwijs, maar volgens mij zijn alle partijen het hier eens. Het zijn alle scholen die dat moeten doen. Dus ik heb nu eigenlijk ook geen behoefte om te zeggen, het is Nieuw-West, het is Nieuw-West. Nee, ik weet dat u dat moet. Het zijn alle scholen in Amsterdam zouden dit moeten doen. Alle scholen. En laten we nou dat onderscheid niet maken. Yeah. Ik snap dat heel goed dat u dat zegt. En wat mij betreft gaan we inderdaad nemen contact op met de minister van Onderwijs in Den Haag. En kunnen we gaan bekijken wat we daaraan kunnen doen. Ik heb nog een vraag die vanuit de organisatie ook kwam. Hoe kan het dat er een ton aan gemeentesubsidie naar het Anne Frank Cold Case project kon gaan? Wie wil daar iets over zeggen? De heer Boomsma. Nou, dat is een hele terechte vraag. U zit niet in het college, dus ik moet hem wel goed antwoorden. Nee, maar we hebben dit natuurlijk aangekaart. Ook samen met JA21, met Anne van Danninga, hebben wij die vraag gesteld van hoe kan dit? Ik denk dat heel veel mensen die vraag hadden, naar aanleiding van die berichtgeving over de zogenaamde cold case. Wat natuurlijk buitengewoon ongenuanceerd was en ook niet klopt en helemaal is misgegaan. En in de aanvraag voor die subsidie stonden natuurlijk allerlei wetenschappers genoemd. Die vervolgens zeiden dat ze helemaal niks, dat hen helemaal niks was gevraagd. Dus daarom hebben wij meteen gezegd, je kunt natuurlijk niet een aanvraag indienen met allerlei mensen erbij slepen die vervolgens van niks weten. En dat hebben ze daarna bevestigd. Hmm. Dus, maar het geld is gegeven. Het geld is gegeven. Maar we hebben dus nu gevraagd om te onderzoeken of dat kan worden teruggevorderd. Als het inderdaad blijkt dat wat gesuggereerd wordt, is dat die mensen helemaal niet betrokken waren die wel in de aanvraag stonden. Ja. En dat is ook toegezegd. Nu wethouder van Touri Meliani heeft gezegd, we gaan dit heel goed uitzoeken. Mm-hmm. En zo, als het kan, dan gaan we dat geld inderdaad terugvorderen. Groot Waswink, mevrouw Moorman, u bent allebei wethouders. Zit alle vier. Meneer Boomsma heeft het uitstekend uitgelegd. Ja, dat geloof ik. Alleen mijn vraag is even, is dat dan gehamerd of is dat er doorheen gekomen? Is dat snel gegaan? Hoe is dat gegaan? Nee, maar volgens mij... maar op een begroting van 6 miljard gebeuren er echt wel eens dingen die ook zich soms aan het bestuurlijke besluitvorming onttrekken. Mm-hmm. En in alle eerlijkheid, zoals het aan ons is gepresenteerd, was het wel iets anders dan dit heigerige stukje broddelwerk. Het werd anders gepresenteerd. Met allemaal mensen van statuur, met wetenschappers. En ik denk dat wij allemaal, de hele raad, toch met verbijstering hebben. Dus je bent op het verkeerde been gezet?
Ja, en daarom vinden wij ook dat we nu onderzoeken of we dat kunnen terugvorderen. En ik denk dat wij allemaal verbijsterd waren, ook de heigerigheid, waarmee dit, ja, toch een soort, ja, ik weet het niet, ik vond het smakeloos. En sowieso 80% kans dat, ja, ik denk dat iedereen er groot ongemak bij had. En volgens mij is er ook geen partij geweest die daar in de Raad anders over gesproken en gedacht heeft. En in die zin heeft de heer Boomsma, het is ook heel goed gezegd, want wij waren hier allemaal buitengewoon ontdaan door. Ja, meneer Koekoek. Ja, ik kan alleen maar zeggen dat de gemeente is iets voorgehouden wat waarschijnlijk niet klopt. Dus daar kan de wethouder of de ambtenaren, die kunnen daar weinig aan doen. Dat zelfs 85% zekerheid werd gezegd. Ik denk dat het wel heel veel indruk heeft gemaakt, zeker op de Joodse gemeenschap. In die subsidiebeschikking staat ook dat het Stadsarchief een tentoonstelling gaat doen op basis van dit boek. Mag van mij betreft wel, maar dan vooral over hoe de geschiedenis vervormd kan worden met dit boek. Ja. Dus ik denk dat we daar wel scherp op moeten zijn, dat we niet opeens in het Stadsarchief een tentoonstelling zien. En tot slot, in Nederland weten we ervan. We hebben shows gezien, de historici hebben zich uitgesproken. In Amerika is het nog steeds een bestseller. En daar zie ik ook wel een rol, daar moeten we ons meer over uitspreken. Ik denk als de burgemeester of de local burgemeester van Amsterdam, dus Amsterdam zegt van hey, dit klopt. Amsterdam waarschuwt Amerika? Nou, ik denk wel dat we ons, ik denk dat we ons uit moeten spreken. En misschien een geschiedkundige... Ja, maar volgens mij hebben we dat echt vrij dat hebben gedaan. Publiekelijk ik, gedaan. Nee, hoor. Dat hebben we publiekelijk gedaan, maar ik observeer dat het in Amerika niet genoeg is aangekomen, dat het nog steeds een bestseller is. Dus ik zou het heel goed vinden als we ook over de zee, waar nu echt miljoenen met dit boek wordt verdiend, dat we ook aangeven van, hey, dit klopt niet, dit is niet de geschiedenis van Amsterdam. Dan valt een stukje werk te doen. Nog een laatste vraag en dan zijn we er bijna. Amsterdam heeft een samenwerkingsverband met Tel Aviv en Ramallah. En die is een jaar of 4, 5 geleden ingesteld, ook nog onder burgemeester van der Laan toen nog. En we horen er helemaal niks meer van. Ja, maar wat wil je daarvan horen? Ja, allerlei prachtige projecten, dat de mensen naar Tel Aviv gaan. Ja, het is vooral een samenwerkingsovereenkomst met mensenrechtenorganisaties, zowel in Tel Aviv als in Ramallah. En ik denk dat dat heel goed is. En misschien is het juist wel goed dat je er niet te veel van hoort, want het betekent ook dat dat dan goed loopt. Ja, dus geen nieuws is goed nieuws. Meneer Boomsma, ja. Ja, nee, het was natuurlijk het initiatief van het CDA om die stedenband een vorm van samenwerking aan te gaan met Tel Aviv toen. En we zijn heel blij dat dat uiteindelijk is gelukt. Dat had wel weer enige voet in de aarde, inderdaad. Zeker. Maar het ging niet alleen om mensenrechtenorganisaties, want het ging ons er ook juist om dat wij denken, je kunt heel veel leren van Tel Aviv. Het is zo booming, wat ze daar presteren is ongelooflijk. Ook met die techsector, heel veel nieuwe bedrijven, entrepreneurs. Dus daar kan Amsterdam ook heel veel van leren. Naast nog de historische banden natuurlijk tussen de twee steden en die ook heel veel andere dingen gemeen hebben. Maar het zijn dus ook samenwerkingen. Er is wel degelijk veel gebeurd. Er zijn Amsterdammers hebben geadviseerd over de ecologische herstructurering van de Jarkon-rivier. Jarkon-rivier? Ja, er is een rivier daar. Is een rivier die loopt daar, ja. Ja, maar ook inderdaad met het Stadsarchief is er samenwerking geweest. Water. Op watergebied. Dus, en er zijn ook hele delegaties. We zijn er ook op uitnodiging van de burgemeester van Tel Aviv, Ron Huldai, zijn we inderdaad toen naartoe gegaan. Nou, dat was een fantastische, heel interessante reis, waar we ook heel veel interessante gesprekken hebben gevoerd. Broodje shawarma gegeten. We hebben heel veel gegeten. Falafel. Inderdaad. Heel lekker gegeten. Ja. En er waren ook entrepreneurs mee, investeerders. Er waren hele goede contacten gelegd. Ja, je hebt natuurlijk wel nu met de coronacrisis was het denk ik de afgelopen 2 jaar wat minder. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat die samenwerking gewoon wordt voortgezet. En dat we daar allebei heel veel aan hebben. Okay. Meneer Van der Heuvel, ja. En dan ronden we het af. Ja, ik ben het daar volledig mee eens. Het enige wat ik wel constateer, en daar maak ik me wel zorgen om, is dat de afgelopen periode dit samenwerkingsverband consequent door 2 partijen, ze zijn hier vanavond niet, maar Denk en Bijeen is gebruikt als een stok om mee te slaan, om telkens een verhaal tegen Israël af te stoken en elke keer de gemeente aan te vallen. Dat samenwerkingsverband is er, dat moet er vanaf. En ik zou het zo mooi vinden als dat in de nieuwe periode niet meer het geval is, dat we echte samenwerking aangaan. Geen stok om politieke stokpaardjes mee te bereiden, maar echt leren van elkaar. U was als enige tegen, toch, van de SP tegen deze samenwerking. Misschien dat u dan kan reageren als u dat zo hoort. Ja, nou, het is sowieso de vraag die je moet stellen over welke samenwerkingsverbanden of je samenwerkingsverbanden wil. Ik vind het met mensenrechtenorganisaties al bijvoorbeeld heel anders dan bepaalde andere zaken. Ik vind het natuurlijk prima om te leren van over de hele wereld, over allerlei technieken. Alleen of je daar banden met steden over moet hebben,
Het is soms ook het importeren wat we juist ook soms niet willen van de wereldlijke problematiek die naar wijken wordt gebracht, die de wijken soms ook niet fijner maken. Wij hebben onze bedenkingen daarbij. Dus u zou ook niet voor een stedenband met Moskou zijn bijvoorbeeld in dit geval? Nee, zelfs niet met Kiev op dit moment, maar wel met mensenrechtenorganisaties over de hele wereld. Dus samenwerking met mensenrechtenorganisaties prima en ook kennis opbouwen internationaal prima. We zijn er doorheen. Mag ik jullie allemaal bedanken. Applaus voor de deelnemers. APPLAUS